Jim en ik zijn vandaag in Leiden en het is hartstikke mooi weer. En we gaan kijken of mensen er leuk uitzien. Het is best wel druk op straat. Volgens mij is het vakantie of zo. Dus ik denk wel dat we een paar leuke mensen tegenkomen. Mag ik wat aan je vragen? We zijn Judge. Can I ask you something? Yeah. I like your style. Oh. So, where's it from? I think the jeans are from ASOS, I think. They're fantastic. Yeah, so, you live here? Yeah, I just moved here a few months ago for my master's. Uh-huh. So, I'm originally from London. I like the jumper as well. I think either ASOS, maybe Topshop or Zara. Yeah, either one of those one three. Of these, yeah, always, and yeah. The glasses are fantastic. Oh, thanks. They're from it's an Australian brand called Sunday Somewhere. Okay, I don't know it. And how much were the glasses? £250. Yeah, or but so. You can tell because they're really they're, nice. They're cool, aren't they? Yeah, they are. How much did you pay for the jeans? I think about £40-50. Oh, it's a good price. Yeah. They've got lots of wear in them, so they're good quality. I like it. Sweet. Well, thank you so much. Bye. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Mm-hmm. Wij zijn aan het filmen voor Linda TV. Mm-hmm. En het programma heet Het ziet er leuk uit. Nou, dank u wel. Ziet u er altijd zo mooi uit, zo netjes? Probeer zo... het wel. Ja? Probeer het wel. Leuk. En u heeft ook kleren de lippen aangepast? Aangepast. Ja? Aangepast, ja. En dan matcht u het met uw kleren wat u nog meer aan heeft? Probeer ik wel. Leuk. Ja, er zijn niet zoveel dames die dat doen. In Nederland niet helaas. Nee. Komt u uit Nederland? Of? Ik ben Hongaarse, maar ik woon hier wel. Ja. Ik ben Jimmy kwijt. De baby. Ja, mijn baby. Maar ik moet er zo vandoor. Ik moet weer weg, ja. U ziet er heel leuk uit. Leuk om te horen. Ja, fijne dag. Mag ik wat aan u vragen? Ja hoor. Het ziet er zo leuk uit. Dank u wel. Fantastische stijl heeft u. Bent u vandaag met de kleine dochters aan het shoppen, zie ik? Ja. Wat leuk. Ja, ieder jaar gaan we een keer met de kleindochters gezellig shoppen. En dat is meer voor de verjaardagen. En, Waar koopt u uw kleding? Nou, ik heb geen speciale winkel. Nee? Nee. En als u dan bijvoorbeeld die leuke rok in de kast hebt hangen, dan denkt u van ik moet daar nog iets bij hebben? Of u dat? Nee. Dat niet? Want die rok die heb ik al een jaar. Ja? Ja, echt. En van de week waren we in Den Haag. En toen zag ik dit jasje hangen. Oh, dus die is nieuw? Ja, die is enig. Dus toen dacht ik van, nou, dat wordt hem. En het jasje, weet u nog wat u daarvoor betaald heeft? €35. Dat is echt niks, hè? U ziet er prachtig uit. Dank u wel. Alsjeblieft. En een hele fijne dag vandaag met oma. Dank je wel. Zo fijn als je nog een oma hebt om mee te winkelen. Dat vind ik echt leuk. Nou, ik vind het ook heel leuk, hoor, ieder jaar. Ja, dat snap ik. Ja. Dat lijkt me ook. Fijne dag. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Okay. Dag. Nou, wat een lieve oma. En het zag ze er mooi uit. En die ruiten met die pierre de poule. Ik denk niet zo dat heel veel dames dat durven. Ik vond het heel gewaagd en het stond echt heel erg leuk. Dit is een winkel waar we nu zijn. Ja. Nou, dit maak ik dus voor kleedvermaak. Ik beduur eigenlijk al vanaf dat ik klein ben. Ik was jarenlang kussens aan het beduren, dus daar ben je op een gegeven moment ook een beetje klaar mee. En toen dacht ik, kan ik niet iets beduren wat ik echt leuk vind? Nou, en toen kwam ik hierop uit. Op sexy tekeningen. Twee dingen waar ik van hou. Sexy en beduren. Mag ik wat aan u vragen? Het ziet er zo leuk uit. Dank je. Want waar heeft u bijvoorbeeld de broek gekocht? Deze broek heb ik gekocht bij Hennis & Maurits. En weet u nog wat u ervoor betaald heeft? Heel weinig. Fijn. Korting eraf voor €8. Wauw. Geweldig. Daar houden we van. Van koopjes toch? Ja. En het t-shirt? Het t-shirtje dat heb ik ooit eens in Rotterdam gekocht in een boutique. Ja, wat was wel iets duurder, maar het was ook wel wat aparter natuurlijk. Ik vind het ook heel leuk en ik vind het zo mooi staan ook bij uw haar. Ik vind het echt een hele goede look. Ja, dankjewel. Echt waar. Je ziet er fantastisch leuk uit. Nou, hartstikke leuk. Alsjeblieft. Fijne dag. Dankjewel. Nou, dat vond ik dus echt een hele leuke dame. Met het gele t-shirt, goed haar. En het haar past, dat pikzwarte haar past zo goed bij de rest van de outfit. Ik vond het echt zo lekker 90's. Echt een goede look.